Hoi, ik ben Simon van Soudingen en ik studeer Spatial Design en ik doe nu de practice New Earth. Mijn afstudeerproject gaat eigenlijk over een fort, een gebied in Willemstad. Dit is onderdeel van de Zuiderwaterlinie, een linie die eigenlijk ongeveer 300 jaar Nederland beschermd heeft op militair gebied. En rond de Tweede Wereldoorlog verloor het eigenlijk zijn functie. En ik wil eigenlijk voor dit gebied nu een nieuwe functie gaan zoeken. Om het fort eigenlijk actueel te maken in deze tijd. En ik doe dat eigenlijk door de historie te verbinden aan het moment van nu. Het gebied kon onder water gezet worden, waardoor de fort afgesloten werd van eigenlijk de buitenwereld. En eigenlijk dus ook zelfvoorzienend moest zijn. En ik wil eigenlijk teruggrijpen op dat historische gebeurtenis en ook weer die forten dus zelfvoorzienend maken. Dus ik wil eigenlijk een eco-village in het fort creëren. Ik had eigenlijk, zeg maar, die zelfvoorzienendheid was al iets waar ik over nadacht. Maar eigenlijk door de coronacrisis werd het in één keer heel actueel. Dat je ook ziet dat supermarkten leeg beginnen te raken, dat soort dingen. Dat mensen eigenlijk in één keer in hun huis zitten en niet meer er eigenlijk uit kunnen. Het is natuurlijk niet zo extreem als in andere landen. Maar toch is die lockdown wel heel erg gericht op jezelf en op jezelf redden. Wat het mijn ontwerp eigenlijk in één keer heel relevant maakt en ook heel veel meer... Ja, een soort van naliet denken dat het heel actueel is op dit moment. Dus het, ja, ook al heeft het, zeg maar, voor mijn proces misschien wat vertraagd, het geeft wel heel veel inspiratie weer om erover na te denken hoe dit nou weer opeens heel actueel is. Ik ben nu eigenlijk net klaar met het historisch onderzoek. Dus ik heb heel veel archieven bezocht, foto's verzameld, beelden bij elkaar gezocht. En daar met een stadshistoricus heb ik daar een vraag uit of een interview uit gecreëerd. En dat heb ik nu onderzocht. En ik ben nu eigenlijk een beetje begonnen met de vormstudies. Hoe gaat het dan eruit zien precies? En op een gegeven moment las ik eigenlijk over deze linie. En dat dit, zeg maar, eigenlijk de belangrijkste verdedigingswerken van Nederland zijn geweest. Maar dat eigenlijk bijna niemand het kent. En toen ben ik eigenlijk dieper erin gaan lezen wat het nou precies was. En toen vond ik het eigenlijk zo interessant. Ik dacht, ik moet iets met deze plek doen. En dit eigenlijk weer een nieuwe functie geven in het landschap. Het is natuurlijk een monument, een plek eigenlijk die heel lang een functie heeft gehad en nu opeens niet meer. Dus ik ben eigenlijk nu heel erg op zoek naar wat zou het kunnen worden en hoe kan je dat nou actueel maken voor deze tijd. Dat is een hele grote uitdaging en ook hoe je eigenlijk, zeg maar, de sfeer van het fort kan bewaren, maar wel het kan aanpassen. En dat is best wel een uitdaging. Ik merk gewoon dat ik heel veel inspiratie haal eigenlijk uit historie, uit onderzoek, uit dat soort dingen. Uit plekken die al een verleden hebben, dat het eigenlijk steeds meer gegroeid is. Dus ik zie mezelf echt wel als een ontwerper, maar ik haal wel mijn inspiratie eigenlijk uit de historie. Mijn onderzoek ging echt heel erg over de historie en hoe ik dat eigenlijk om heb gezet naar de toekomst. En dat was dus uiteindelijk ook mijn concept. Ik heb ook dat idee, wat ik daar beschreven heb, heb ik eigenlijk omgezet naar een visueel beeld tijdens mijn presentatie. Dat heb ik dus doorgedaan door visuals te maken, door maquettes te maken, maar ook het meer op een grafische manier te laten zien. Dus hoe werkt het nou? Dus eigenlijk mijn research heb ik eigenlijk visueel omgezet in die laatste maand nog.